Nou, in Timmertip 323 heb ik laten zien dat je met een kantenvrees, en je hebt een voorbeeld, een mal, kan je er zo overvrezen. Nou heb je twee soorten van die kantenvrezen, waarbij het wieltje bovenaan zit en waar het wieltje onderaan zit. En je hebt ze in een brede maat en smalle maten. Maar ik heb hier nou twee smalle. Ik heb ook een brede gekocht. Die had ik gedacht te gebruiken, maar dat lukte me niet. Dus ik ben overgegaan op deze. Dat met dat wieltje aan de bovenkant, dat is handig als je een tafelblad hebt en je hebt dat afgeplakt en dat steekt er overheen en je wilt de rest wegfrezen. Dan ga je zo langs die rand van dat tafelblad en dan frees je precies gelijk met de rand. Dan hoef je niet te schaven of te schuren en dan frees je dat in één keer netjes glad. Daar is deze voor. Maar wil je nou een malletje hebben waar je mee wil frezen, die aan de bovenop leg je die mal en dan doe je die frees en dan wil je natuurlijk dat frezen en dit zo dat wieltje aan die mal laten begeleiden. Daar is deze weer goed voor, dat die dat zit een asje, dan kan ik hem ook in een kleinere doen. Oh, dat had ik nog niet gezien, dat er al een asje omheen zit. Dus ik kan 6 en 8 mm machine in toepassen. Dat vind ik wel handig, want ik heb allemaal, nu gebruik ik allemaal 8 mm, dus dan kan ik hem gelijk toepassen. Hoef ik weer niet mijn eigen hulsje te pakken. Stel dat je geen cirkelzaag hebt of goede spullen en je wilt toch een heel mooi recht stukje maken. Kijk, dan gaan we dat eerst gewoon met de handzaag. Zo. Een keurig lijntje. Dat stukje, dat wil ik eraf hebben, maar het moet ook een beetje strak zijn. Dus dat gaan we nu met de handzaag even eraf zagen. Zo. Dan heb ik hem hier langs het lijntje grofweg gezaagd. Ik heb niet eens zo goed opgelet. Maar nu gaan we met een recht lasje vlak langs die lijn en die klemmen we vast. En dan gaan we zo met de freesmachine met die kantenvrees eroverheen. Even wachten, want ik moet natuurlijk wel even kijken. Als ik hier met die frees overheen ga, dan zit ik natuurlijk met die klem. Dan moet ik even opletten. Dan moet ik een breder stukje hebben. Kijk, dan doen we dit. En dan kunnen we de lijn ook makkelijker zien. Even kijken of dat, nou, dat lukt me nou niet door die lijmklemmen, maar goed. Even goed vastzetten. Kijk, en nu kan ik even instellen. Even kijken. Zo, daar moet ik zitten met mijn wieltje. Ja. Kijk, en dan.
Kijk, dan heb ik hier een perfecte gladde kant haaks. En kan hier dat plaatje kan je hier natuurlijk ook nog controleren. Je kan er zelfs een racheltje onder maken. Zo. Dat je een haakse hoek maakt. Dat je zo, iedere keer als hij zaagt, een haak hebt waarmee je vastklemt. En je kan gelijk die vrees er langs halen.